Het DAF-museum zegt als een van de weinige instellingen in de stad dat het nauwelijks schade ondervindt door de coronacrisis. Het museum is nu gesloten, dus de bezoekersaantallen krijgen wel een klap. Dat is zuur voor het museum, want sinds de verbouwing van vorig jaar kwamen er juist 60% meer bezoekers. Maar de financiële gevolgen zijn beperkt. Het museum werkt voornamelijk met vrijwilligers, dus de doorlopende kosten vallen wel mee. Door de lagere bezoekersaantallen komt er wel minder geld van toegangskaartjes binnen. Het museum zegt voldoende reserves te hebben om die klap te kunnen opvangen.